Je spreekt heel goed Nederlands, Clive. Waar kom je vandaan? Ik kom oorspronkelijk vanuit Londen. Ik heb gewoond in Nederland voor 17 jaar. 8 jaar in Londen. Mijn carrière begon in 86 in de Londense markt. Dus ik heb alles en nog wat gezien. Nou, dat is heel mooi. Een Engelsman die Nederlands spreekt. En u bent de nieuwe directeur van? Van Savills. Sinds december 2011. En hoe bevalt dat? Nou, prima. Ik ben nu 44. 25 jaar in de vak. We hebben een klein kantoor met 60 medewerkers. Dus nu ben ik aan de bal om de kantoor te leiden. En waar bent u in gespecialiseerd? Mijn vak is multi-inzetbaar. Maar ik hou mezelf bezig met beleggingen. En dat heb ik gedaan sinds 86. Voornamelijk met buitenlandse investeerders. Eigenlijk voornamelijk met Duitse beleggers. Waar er is een hoop vraag op dit moment naar. Is de Nederlandse markt nog aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders? Zeker, maar dat zal voor een nieuwe doelgroep. De markt verandert heel snel. Voorkomende 5 jaar zal het nog sneller veranderen. Voornamelijk voor DIRF-investeerders, voor venture capital funds, waarbij de nieuwe prijsstelling dat we zien nu en dat we gaan zien, dat zal de interesse trekken van een nieuwe investeerdersgroepen. Wie hoopt u hier op deze Provara te ontmoeten? Ik denk op deze Provara, voor ons is het 90% lokaal. Wij als bedrijf heeft onze inzet veranderd de afgelopen 3 jaar. Ik denk 80% van onze werk oorspronkelijk is gericht op het kantoorgebied. En de afgelopen 3 jaar hebben we onze platforms veranderd naar hotels toe, naar student housing. Waar voor de eerste keer we zien nieuwe kansen in. De woningmarkt vragen we aan onze beleggers. Dat is potentieel in de toekomst het beste investering. De woningmarkt is al jaren op slot gezet door de woningbouwverenigings. En we denken dat zal een goede investering zijn. Waar bent u trots op en waar kijkt u naar uit? Ik ben in ieder geval trots op mijn eigen personeel. We hebben een heel leuk team hier in Amsterdam. We zijn niet al te groot. We hebben een duidelijk doel. We zijn hier op de Provara. Dit is onze derde jaar. Nieuwe stand. En wij gaan net als alle mensen, we gaan een moeilijke tijd in. Mensen moeten realiseren dat ze moeten anders over nadenken. Out of the box bedenken. En dat zijn wij, dat gaan wij doen. Nou, goed om te horen, dank u wel.